Goedemiddag. Fijn om weer eens bij Gerda op bezoek te zijn. Fijn dat je er weer bent. Ja. Als iemand iets wil zeggen, ga je gang. Kijk luid en duidelijk, dan kunnen we al je geheimen streamen. Wat is dat toch met Ramana? En hebben we wat aan die man? Nee, ik niet meer. We kunnen iets gebruiken als inspiratiebron of focus point. Los van de woorden. Dus voor mij werkte vroeger kijken naar een afbeelding van hem heel sterk. Ik had wat minder met zijn woorden. Had ik wat meer met Nisargadatta, maar ik kon me niet verdedigen tegen die foto. Die ogen. En, voor sommigen werkt dat. Ja. En anderen denken, maar dat is een aardige oude man. Nee, ik herken heel erg wat je zegt. Er gaat echt wat van uit voor mij. Ja. Ik zag van de week een filmpje van hem. Maar er was een moment dat hij zijn stok oplichtte en iemand... Nou, een kindje wees, ik weet niet precies, het is in de verte. En dat was een moment van vertraging dat ik de interpretatie was van ja, zo is het. Het is zo. En dat was meteen weg. Ja, dus sommige dingen kunnen ons verplaatsen. En misschien is dat, ik noemde dat vroeger wel eens 1 seconde eeuwigheid. Weet je wel, van dat we net even verplaatst worden en in tune komen met wat Krishnamurti dan het immense noemde, of de oneindigheid, of weet ik hoe je dat wil noemen. En daar kan er zo'n gebaar zitten. Ik had dat ook, dat ik jaren geleden is dat dan wat opnames van hem zag en alleen maar om hem te zien lopen. En dan weet je natuurlijk nooit, want... Onze geest werkt wonderlijk, van je weet iets van iemand, of dat denk je. En daar ontstaat dus een verhaal of een gevoelssensatie door. Dus is dat nou de figuur zelf of wat wij erin leggen? Maar sommige dingen kunnen je triggeren en als dat zo is, dan kun je daar gebruik van maken. Baat het niet, dan schaadt het. Ja, en het moet willen gaan zitten proberen omdat een ander daar iets bij ervaren heeft, heeft natuurlijk geen zin. Maar ons proberen open te stellen voor iets dat het kan. Ja, zo voelt het ook. Een onbewaakt ogenblik of zo. Ja. Ja, dat doet me ook denken aan Krishnamurti. Die zei een keer van de kans dat in zo'n bijeenkomst iemand iets doorkrijgt is nihil. Maar stel dat er iemand buiten die tent, want het was vaak in de open lucht en in een tent, dat iemand gewoon achterloos langsloopt en die pikt een paar zinnen op. En dus dat heeft meer te maken met onschuld, zou je kunnen zeggen. Van het voordeel van weinig weten is dat je nog weinig gehinderd wordt door kennis en dus onbevangen eigenlijk erin gaat. Terwijl als je een paar keer dingen gehoord hebt, je begint op een gegeven moment iets van de taal of het jargon, als het heel erg wordt, te vatten. En dan wordt dus het verbale begrijpen wordt heel sterk. En dat is leuk, maar het gaat er uiteindelijk om eigenlijk om verplaatst te worden. Dus om wat net onder die woorden of achter die woorden zit. En die ontvankelijkheid of die onschuldigheid, die kunnen we kwijtraken. En dat merken we ook soms, tenminste, ik neem aan dat er een aantal mensen hier zijn, ook die wel eens gemediteerd hebben of dat doen, dat vaak dat je de sterkste ervaringen hebt bij de eerste paar keer. Want je weet eigenlijk nog helemaal niet wat je aan het doen bent en ineens zak je ergens doorheen of manifesteert de natural state zich en je denkt van wow. En dan duikt die ik erop en die onthoudt de gevoelssensatie, dus niet het ding zelf, maar het effect op het systeem en dan gaat hij dat proberen te herhalen. En dan duurt dat vaak een hele tijd voordat je weer op een bewuste manier onschuldig kan zijn, zou ik maar zeggen.
Eerst is dat gewoon onbewust. Het is gewoon per ongeluk en you stumble into it. Ja. Zoals ze dat dan zeggen op goed Nederlands. En, op een gegeven moment kun je leren in die ontvankelijke modus te komen. Dus dat is een heel rare contradictie lijkt dat, of paradox. Dat je moedwillig in een staat van onschuld of inspiratie of ontvankelijkheid terecht kan komen. Als je weet hoe dat werkt. Hoe je moet zijn. En eigenlijk is dat ook het beste, niet alleen als je mediteert of nou bijvoorbeeld zo'n foto kijkt of whatever. Maar ook als je iets leest. Lees je dat met je meningengeest? Of kun je, wat ik dan noemde, van je oordeel opschorten? Dat is een uitspraak van Nietzsche, van als je iets bestudeert, dan schort de oordelen op en kijk opnieuw. Weet je wel, van als je iets wil lezen, doe je dat vanuit die meningengeest, vanuit je verleden eigenlijk. Of vanuit het moment om geraakt te kunnen worden. Om een duw te krijgen. En heb je daar aanwijzingen voor? Ik heb jouw eerste boekje gelezen de afgelopen weken. En ter voorbereiding op een aantal oefeningen zeg je van, nou, ontspan. Dan heb je een aantal handvatten voor. Is dat wat je... Ik zou het moeten herlezen, want ja. Dat is voor 25 jaar geleden. Nee, maar het gaat niet over wat precies, maar bijvoorbeeld je ademhaling volgen. Voordat ja, dat zou kunnen. En op een gegeven moment, dus dat hangt een beetje af van hoe ervaren we zijn in het... In ons innerlijk, om het zo maar te zeggen. Op een gegeven moment weet je gewoon wat die sfeer is. Ja. Dus dan herken je gewoon wanneer je in een meer doe- en begrijpgeest zit. Of wanneer je in een veel opener modus bent. En als je dat kan onderscheiden, weet je ook van oké, ik hoef eigenlijk alleen maar op te merken dat de geest druk is. Of iets wil grijpen. Hè, begrijpen, daar zit ook dat... grijpen in, oké, dan moet ik eigenlijk even gewoon doorheen zakken. En hoe doe je dat eigenlijk door niks te doen? Door gewoon even alleen maar te zijn. En dan zakt de boel kalmeert. Je komt uit de nut- en noodzaakgeest. En dan voel je op een gegeven moment van, oké, nou ben ik een... ontvankelijke ruimte geworden. En eigenlijk heeft het dan pas zin om iets te bestuderen of te onderzoeken of te lezen. En soms is het handiger om voordat je een boek pakt of iets aanzet om eerst even 5 minuten te nemen om te landen. Want wil ik alleen maar iets begrijpen of wil ik het verstaan? Nou, bij sommige dingen, als ze meer technisch zijn, dan is begrijpen goed. Maar bij dit soort dingen gaat het toch meer om een verstaan en om een innerlijke verandering die kan optreden. En eigenlijk is wat er staat net iets minder belangrijk dan jouw ontvankelijkheid. Dat is in feite ook van toepassing op simpele dingen. Als we eens merken dat we gestrest zijn, ergens over, dan kom je dus in een stressmind. Ik heb wel eens eerder van die onderscheiden gemaakt tussen welke modificaties de mind kan aannemen. Het herkennen van in wat voor mind je zit is vaak handig. Als je in zo'n stressmind zit, dan kun je heel weinig opnemen. Het is heel moeilijk om verplaatst te worden of in een ander perspectief terecht te kunnen komen. Dus dan is het handig om punt 1 dat te erkennen. Oké, ik zit nou in een stressmind en dat betekent dus meestal weerstand tegen wat er is. Proberen je zin te krijgen en dat soort zaken. Dat is gewoon geen creatieve open modus. Dus is het soms handig om dat even te constateren. Niet te zeggen dat dat slecht is, maar gewoon oké, ik ben nou in die modificatie. En try to relax into it. Daar een paar minuten voor te nemen, gewoon het te laten en het alleen maar rustig te observeren en te voelen.
En dan op een gegeven moment dan landt de boel en dan merk je dat je weer meer open wordt. En dan kun je naar het probleem waar je je druk om maakt, op een nieuwe manier kijken. Want als je op de oude manier er tegenaan blijft kijken, dan jag je jezelf alleen maar op. Dat heeft geen zin. En dan kom je ook in een mindset van dat je de hele tijd alleen maar argumenten zoekt voor wat je al vindt of wat je al voelt. Omdat je zit in die modus van ik heb gelijk en ik wil mijn zin hebben. En dat betekent dan iets te pakken willen krijgen of ergens vanaf willen. Dat is een zeer oncreatieve modus. Ja, mag ik met je praten over de achtergrond? Als je voorbij gaat aan alle verhaaltjes, emoties, gedachten. Ik je afvraag van wie registreert dit, wie ziet dit. Dan is daar die achtergrond. En zo wordt het hier ook wel ervaren. En dan denk ik, hoe kan ik nou met die achtergrond versmelten? Kun je daar nou in contact mee komen? Want die achtergrond is zo wijs. Yes, maar ook altijd hier. Ja. Dus de vraag, hoe suggereert eigenlijk dat daar een inspanning of tijdverloop voor is? En dat is misschien in het begin, lijkt dat zo. Maar het is eigenlijk alleen maar het opmerken van het daar zijn van die achtergrond. Net als we nu kunnen opmerken dat er een vloer is die ons draagt. Daar kunnen we van bewust zijn of niet, maar hij is er altijd. Waar je ook bent. Nou, dus met die achtergrond in feite precies hetzelfde. Ja, maar het voelt zo als een soort van ruimtelijke, liefdevolle aanwezigheid. Alleen de behoefte is er toch ook om daar nog meer mee in contact te komen. Goed, de deur staat altijd open. Dus dat is wat ik noem je aandacht schenken aan bewustzijn. Dus wij denken vaak namelijk, ik vond dat een mooie formulering, omdat we vaak andersom denken vanuit oude religieuze overtuigingen, van dat dingen genade zijn, dus dat wij een geschenk krijgen. Maar alles draait om aandacht, wij kunnen die aandacht schenken. Dus het gaat erom dat wij het schenken en niet dat we een geschenk krijgen. Nou, je kunt je aandacht laten wegzuigen door zorgen en weet ik veel wat allemaal. En dingen die gewoon aandacht nodig hebben om voor je werk of whatever. Weet je wel, maar er zijn ieder moment, iedere seconde heb je eigenlijk de kans om, al is het maar één seconde, je aandacht te schenken aan dat. It's already there. En er zijn geen toegangsbewijzen, je hoeft geen bewijs van goed gedrag te overleggen. Je schenkt je aandacht daaraan en daardoor gebeurt er iets. De intensiteit kan wisselen, maar er gebeurt altijd meteen daardoor iets. Je verandert. En hoe vaker je dat doet, hoe makkelijker het wordt. En hoe vaker je het doet, hoe prettiger je dat vindt. Over het algemeen, of in ieder geval in theorie. Dus dat is een zichzelf versterkend proces. Maar het begint bij ons. Waar schenk ik mijn aandacht aan? En hoe vaak? En in welke setting, want vaak heb ik de indruk dat mensen dat alleen maar doen op het moment dat de meters in het rood lopen. Nou, dan gebruiken we het dus als een soort medicijn. En nou, daar is dus geen schenken, maar proberen iets te grijpen. Maar het kan dus nu. En het mooiste is nog van dat in het begin lijkt het heel erg een of-of, van of ik schenk mijn aandacht daaraan, of ik ben bezig met, nou ja, wat er noodzakelijk is, of zo al gebeurt. Op een gegeven moment gaat die gelijktijdigheid ontstaan. En dan kan ik, terwijl de aandacht opmerkzaam is op die achtergrond of die aanwezigheid, van daaruit gewoon praten of werken of tv kijken. Of, het kan gewoon gelijkertijd. In het begin niet, maar op een gegeven moment als we mazzel hebben en goed opletten, dan zien we dat dat gewoon continu kan. Ja, het maakt in ieder geval het is gewoon, ja, aanschouwt het niet. Het komt niet, het raakt niet op emoties of gedachten. Maar ik merk wel dat er behoefte is aan meer achtergrond of meer in de leegte te kunnen gaan. Daarin te kunnen. Als dat zo is, dan zul je merken dat de aandacht daarmee naartoe gaat. Als dat niet echt zo is, dan is het een idee van het ik. Ja,
Die zegt van, ik zou dat graag willen, alleen ja, ik doe het niet. Net als weer die stomme voorbeelden. Iemand zegt tegen me, ik zou graag voetballen. Maar dan denk ik, ja, maar je voetbalt nooit. Dus ja, dat kun je wel roepen, maar... De aandacht gaat daarheen, niet op basis wat onze bewuste geest vindt, maar wat ons totale systeem wil. En als dat heel sterk is, wat ik me in ieder geval kan herinneren van een bepaalde periode die een paar jaar duurde, die neiging was zo sterk om daar te zijn, dat heb ik wel eens vaker verteld, dat die gewoon uren per dag zat. En hij was niet eens aan het mediteren of er werd niet geprobeerd iets te pakken te krijgen, maar die neiging om daarin te verzinken was gewoon heel snel en dat betekende automatisch dat allerlei andere activiteiten niet plaatsvonden. Ik had toen geen zin om zoveel te lezen als ik nu deed. Of zoveel heerlijk te Netflixen en zo. Maar toen lukte het nog minder dan nu om die gelijktijdigheid constant. Dus het was nog niet, voor mijn gevoel in ieder geval, stabiel of permanent genoeg. Dus werd het de hele tijd opgezocht. Ja, dat herken ik. En dat is dus een fase. En als we voelen van dat is wat we echt willen met ons totale wezen, is het handig om daar zoveel mogelijk tijd aan te besteden zonder dat de rest helemaal in chaos vervalt. Dat hoeft nou ook weer niet, want dan krijg je daar weer allemaal ruis van. Weet je wel, maar gewoon voor zover dat gaat, zoveel mogelijk daarin te vertoeven. Dus in langere momenten daarin te verzinken, maar ook gewoon tussendoor. Gewoon af en toe even stop yourself. Ah ja, cool. En dan kun je weer verder. En op een gegeven moment krijg je steeds meer door dat je eruit bestaat eigenlijk en dat alles daarin ingebed is. Dat er dus eigenlijk helemaal geen dualiteit is. Het is er de hele tijd, like air. Ja, cool. Gaat weer van alles rond in mijn hoofd. Maar ik moet even denken aan het kompas. Wat zeg maar, het oude kompas is weg en er is nog geen nieuwe. En het is doodvermoeiend. En datgene wat je net zei van, het is er altijd. Ondertussen gaat het werkende leven gaat door. En ik af en toe echt, trek ik dit gewoon niet. Ik heb me vorige week ziek gemeld. Ja. Gewoon vermoeidheid, gewoon helemaal kapot. Dat is ook een kompas, gewoon om te voelen wanneer je te moe bent. Hoe kan je weten dat je het weet en het toch niet zeker weten? Een soort gekke spiraal. Alleen als je erover nadenkt. Ja. Ik denk dat het ook zo vermoeiend maakt. Dat continu dat gedenk. Ja, en daaronder ligt een. Want veel denkerij heeft altijd te maken met een innerlijke spanning. Als je je oude kompas kwijt bent en je beleving is dat er nog geen nieuwe is, gaat er een controleding ontstaan. Dus er is vaak dan voor een deel nog een soort vasthouden aan noties van die oude kompas. Terwijl eigenlijk, idealiter zouden we het gewoon moeten laten vallen. En als je op je werk bent, doe je gewoon wat je op je werk te doen hebt. En soms kan je af en toe eventjes luisteren van, is het er nog, wat ik net al zei. Neem 5 seconden. Of ga even 5 minuten op de play zetten en just zoom out. Weet je wel, dat soort dingetjes. Maar als je op je werk bent, dan is dat het. En als je vrije tijd hebt, dan ben je gewoon bezig met dit. Zo maak je het wat simpeler. Want je weet wel hoe je je werk moet doen. Ja, ja, en ook weer in de gedachtenwereld van, oh ja, misschien wil ik wel afspreken met iemand terwijl je weet, dat is niet wat ik wil. Dus vaak dan denk ik het even en dan gebeurt het ook niet. Ik krijg gewoon steeds meer behoefte om gewoon tijd
alleen door te brengen, gewoon yes, alleen maar te wandelen, gewoon te wandelen, te wandelen. Kortom, als ik het zo hoor, dan werkt die kompas wel, alleen hij vertelt je andere dingen dan vroeger. Mm-hmm. Het is wel handig als we een kompas hebben, dat we er dan ook op varen. Ja. Dus dat we niet van noordwest proberen te maken. Want ik weet dat ik beter een uur kan gaan wandelen, maar ik heb zin om met een vriendin af te spreken. Ja. Die tweede van dat afspraken, dat was het ego, die wou wat entertainment en afleiding. Maar wat er werkelijk gevraagd werd, was een eindje gaan lopen. Clear your head a little, en een beetje landen. Het afspreken, dat leidt alleen maar af. Ja, en dus in een bepaalde fase, dus niet voor eeuwig, alles is een fase, kan het handig zijn om bepaalde activiteiten wat te verminderen en bepaalde interacties wat te verminderen. En dat kan in een andere fase weer, in een andere modus komen. Maar het is vaak gewoon het simpelste om te luisteren naar wat het totale systeem, dus niet alleen die oppervlaktegeest, maar het totale systeem nu nodig heeft. En dat gewoon te doen, voor zover dat gaat, obviously. Want sommige dingen moeten nou helemaal. En dat is ook oké. Ja. Dus een heel gek kantelpunt waar ik zeg maar van het. Dus als je het door hebt of zo, dat je aan het voelen bent, dan komt in één keer weer zo. Meer. Ja. Maar dat zal vanzelf wel minder worden of zo. Ja, en het is misschien leuk om op te merken wat die meer precies zegt. Als we doorkrijgen hoe die redeneert, meestal is het altijd hetzelfde liedje. Nou, als ik dat op een gegeven moment door heb, dan verlies ik mijn interesse en dan luister ik er gewoon niet meer naar. Ik weet wat ik te doen heb, of ik voel wat ik te doen heb. En dan kan dat commentaar wel komen, maar het dient geen enkel doel. En waarom zou ik er naar luisteren? Het zijn meestal de stemmetjes die proberen te voorkomen dat we veranderen. Dank je. Ik zag eerst het verband niet zo, maar nu wat duidelijker, dat er allerlei blokkades, fysieke blokkades, zijn of waren al, maar nu merk ik ze op. En, ik heb ook wel geprobeerd adviezen uit de EHBO toe te passen, maar het wordt eigenlijk weer wat zwaarder dan dat het weggaat. Dus ja, hoe kan ik daar iets mee? Op een mildere manier. Een mildere manier? Ja, het klinkt te veel als ervan af willen. Nog even los van dat ik geen fan ben van het woordje blokkade. Het klinkt namelijk veel te veel alsof het van beton is. Maar het zijn hooguit energieconcentraties. Maar energie is van nature nogal bewegelijk. Dus blokkades, daar heb ik niet zoveel mee. Dat klinkt ook veel te dramatisch. Ja, dat was niet de bedoeling. Nee, maar ik zeg het toch maar uit. Kijk, hoe we dingen benaderen is superbelangrijk en dat heb ik in EHBO ook gezegd en op tal van andere momenten. Als de insteek te veel is van ik wil hier doorheen of ervan af, dan verergeren we de boel eigenlijk. Dan gaan we er tegenaan zitten duwen en dat is iets heel anders dan vanuit, laten we zeggen, een nieuwsgierigheid gaan onderzoeken wat gebeurt hier nou eigenlijk. En wat heeft deze energieconcentratie of ophoping desnoods van mij nodig om in beweging te komen en te kunnen oplossen. Dus dat bedoel ik met wat milder. En
ligt de nadruk van mijn interesse op ervan af willen en dus eigenlijk mijn zin krijgen? Of ligt mijn nadruk op de nieuwsgierigheid van wat gebeurt hier nou eigenlijk? Waarbij als een uitkomst kan optreden dat als ik het doorgrond heb, dat het oplost. En dat doorgronden, houdt dat dan in? Op de tast, luisterend, voelend, kijkend, ervan uitgaan dat ik niet weet wat het is. Want heel vaak hebben we er al oordelen over, terwijl we nog niet eens goed weten wat het eigenlijk is. Behalve dan dat ik er last van heb en ik wil er vanaf. Dus, dat heb ik ook vaker gezegd, het is heel belangrijk om te onderscheiden wat mijn reacties op iets zijn en wat het ding zelf is. Dus wat ik ervan vind en bijvoel of erover voel, is iets anders dan het ding zelf. Ja, want dat klopt dat ik inderdaad geen idee heb wat het nou is. Voilà, dus. En daar moet het begin liggen. Erachter te komen wat het is. En vervolgens zien we nog wel eens of we er vanaf moeten of niet. Of dat het uit zichzelf al transformeert. Of iets heel anders blijkt te zijn dan wat ik denk dat het is. Misschien denk ik dat er een probleem is, maar is het helemaal geen probleem. Maar een verkapte raadgeving. Iets wat ik niet wou horen. Ik heb geen idee. En dat is ook... Als we het woord onderzoeken gebruiken, dan heeft dat alleen, is dat alleen een juiste term als ik nog niet weet wat het is. Anders is het geen onderzoeken, maar een bevestigen. Dus onderzoek gaat er altijd van uit dat ik niet weet wat dit specifieke verschijnsel is of wil zeggen. I don't know. So I have to figure it out. Maar we beginnen vaak met van, oh nee, dat lijkt een beetje vervelend, dit moet aan de kant. En dan ga ik dan spirituele technieken gebruiken om mijn zin te krijgen. Ja, dat is, dan werkt die niet. Dat is het mooie eigenlijk van hoe dat energiesysteem werkt. En eigenlijk is dat helemaal niet zo'n gek principe. Van, stel je voor dat je in gesprek bent met iemand, maar je wil alleen maar proberen die binnen 3 minuten buiten te krijgen. En in die 3 minuten moet hij dan ook nog even overtuigd worden van jou gelijk. Dat wordt niet een heel open gesprek. Dan ga je niet echt die ander ontmoeten. Right? Terwijl als je gewoon bij elkaar bent en het is gewoon een soort aftasten. En we hebben het over een onderwerp, maar we weten niet precies wat het is. En we gaan daar gewoon samen naar kijken en associëren en brainstormen enzovoorts. Dan heb je kans dat je op iets komt en ook nog elkaar leert kennen. En dan kun je na een uurtje altijd nog zeggen van, nou, die gast die wil ik nooit meer zien. Maar niet al meteen. Right. Ja, Hans. Als je het hebt over dat onderzoek, kijken wat het is in onderzoek. Ik denk dan gelijk aan een gevoel. Maar ja, dat kan. Heb ik nu het idee dat je ook andere dingen bedoelt, zoals een situatie bijvoorbeeld. Ja. Een ontmoeting of een gedachte zelfs ook. Uiteraard, of een overtuiging. Wat betekent dat precies? We benaderen dingen veel te snel vanuit het idee dat we al heel veel weten. En vandaar die slogans die ik vaak gebruik van je bent altijd dommer dan je denkt. En dat is een heel nuttig uitgangspunt. En niet om jezelf naar beneden te halen, maar om uit die modus te komen als je iets aan het onderzoeken bent, dat je er al zoveel van weet. Nee, je hebt waarschijnlijk 100 keer dezelfde houding ten opzichte van het ding getraind.
En daarom denk je dat je er veel van weet. Maar je begint het pas te leren kennen als je van perspectief gaat veranderen. Hoe zit het er van achteren uit? Of van binnenuit? Of van onder? Of in relatie tot iets anders? Hoe ziet het er eigenlijk uit als ik er geen negatieve houding ten opzichte van aanneem? Ja, dat doet me ook denken aan wat je ook al zegt van iets anders doen dan je ego je eigenlijk probeert te vertellen. Yes. Want dat is eigenlijk de voortdurende, herhalende yes. actie. Die heeft de rare gewoonte om iets op 100 keer op dezelfde manier te benaderen en toch te hopen dat het nu anders uitpakt. Dat is echt briljant. Waarom heb ik dit toch altijd, zeggen mensen dan? Ja, omdat je altijd hetzelfde kijkt en altijd op dezelfde manier benadert. Dat is al de zoveelste relatie dat ik... Sure. En daar word je dus moe van? Nogal. En gefrustreerd. Daarom had ik 2 van die valse nootjes opgeschreven. Eentje van, dit is al de 3de relatie dat ik mishandeld word. En dan zegt de ander, dat zal ik wel zijn, en iets van geleerd. En de volgende is dan, dit is al de 3de relatie waarin ik mijn partner mishandeld. En dan zegt de ander, ik denk ik, en wat van geleerd. Dat is een beetje grof misschien, maar het legt het principe vrij aardig uit. We repeat a lot. Is het nodig dat je weet waar het over gaat eigenlijk? Niet per se. Want ik, nou, ja, bijna nog dagelijks dat ik gewoon in janken uitbarst en... Oké. En als ik weet... Waar het over gaat is meestal iets van een ander. Wat je dan doorkrijgt en eruit moet janken. Dus voor de rest, ik heb geen idee. Het hoeft ook niet per se. Nee, lijkt mij ook. Als het geen uren duurt, dan is het ook niet zo erg. Nee, het is. Het is gewoon even en dan. Nee, een uurtje, dat lucht op. Nee, het zijn van die kleine. Het meest komische is als je een hap neemt. Plotseling enorm in tranen uitbarst. Je weet niet, ga ik kouwen, ga ik de moet je echt eens meemaken. Dat is wel onpraktisch. Ja. Onpraktisch. Een sensitief mannetje. Ik weet het niet. Je zegt steeds ja en dan doe je dit en doe je dat. En ik heb nog altijd nog steeds het gevoel dat je niks kan doen. Dat je het door je strot geduwd krijgt, ervaar ik nog wel eens, en dat je er geen enkel invloed op hebt. Mm. Als je ervoor gaat zitten, werkt het niet. En als je de deur uit moet, dan gaat het, enzovoorts, enzovoorts. Dat... Er is geen... Ik ga zitten, zitten loslaten, het bestaat volgens mij niet. Ja, nee, dat zo letterlijk niet, maar mijn ervaring was dat het heel goed werkte om gewoon ervoor te gaan zitten en dingen te onderzoeken. Tuurlijk, ik ga ook gewoon zitten en dan zie ik wel wat er gebeurt. En we hadden het een paar keer geleden over, dat als je op een gegeven moment eruit klapt, dat je dus niet in slaap gevallen bent, maar ook niet. En toen zei jij, dat is heel goed, maar ik heb geen idee. Want dat gebeurt nu nog steeds natuurlijk, maar... En dan? Dan ben je er een uurtje tussenuit geweest. Ja, dat is toch prima? Ja. In dat uur heb je in ieder geval geen last van je ego, toch? Klopt. En, maar jij zei iets van, ik kom terug. En dan zit ik te kijken en dan denk ik van... Ik ben weg geweest. Hoe kan je dan... Nou ja, goed, wat ik ontdekte was van dat het op een gegeven moment lijkt alsof er, net wat ik in het begin zei over die achtergrond, van als je eenmaal weet hoe het proeft of waar het is, dan ontstaat er als het ware een route. En er ontstaat een vaardigheid om daar gewoon te komen. In het begin gaat dat met horten en stoten en op een gegeven moment gaat het gewoon wanneer ik dat wil. En zo ging het ook met dingen onderzoeken. Dan kon ik een spanning voelen van een deeltje in je wat helemaal geen zin heeft om het te onderzoeken. Want die wil gewoon zijn zin hebben of iets anders doen. En een ander deel wat slimmer was, die had zoiets van beter plan om het wel te doen.
Weet je wel, van nou goed, op een gegeven moment wint een van die twee, daar heb je weinig zeggenschap over. Maar de neiging werd steeds meer om gewoon dingen te onderzoeken. En als ik daar dan even geen tijd voor had, dan parkeerde je het even, maar je hield hem wel in de smiezen, want er moesten even wat dingen gebeuren. En zodra er tijd voor was, ging ik gewoon zitten, kon ik gewoon naar het ding wat dan speelde toe en het gaan onderzoeken, gewoon. Omdat ik het wilde onderzoeken, net als zoals ik toen ik zin had om muziek te maken, gewoon naar mijn hok kon gaan en beginnen met muziek maken. En dan hing er alleen een vaag ideetje, maar ik wist gewoon van ik hoef alleen mijn spullen aan te zetten en te beginnen. En dan komt dat proces op gang. Ik heb behoorlijke periodes dat ik mezelf gewoon zie functioneren. Weet je, dus dan zou je denken van nou, dat zou best eens... Maar zodra daar iets, dan gaat hij erover nadenken. En dan ben je er gewoon weer uit en dan werkt het niet meer. Dus het hele doen in al dat soort situaties, ik zie het niet. Ja, sorry. Ja, okay. Wat wel kan voor mij, maar misschien zitten we anders in elkaar, dus op het moment dat je dus merkt dat over nadenken begint, dan heb je eigenlijk de optie om of daarin te blijven zitten, of de aandacht aan die achtergrond te schenken, zodat die geest weer kalmeert. Er zijn meer opties dan dat wij vaak denken. Weer anderen hebben liever de neiging van op het moment dat ze merken dat ze, om het maar even zo te zeggen, in hun kop gaan zitten, dan gaan ze gewoon iets doen. Een eindje rennen of weet ik veel, gewoon iets praktisch en op een gegeven moment ben je er ook uit. Of je kunt blijven zitten en dan kan het zijn dat malen heel lang duurt. Ik had daar nooit zin in, dus krijg ik de neiging om mijn aandacht te verplaatsen. Nee, het is ook niet zozeer meer malen, maar meer beredeneren enzovoorts. En daar heb je ook heel weinig aan. Dan haal je zelf weer ideeën in je hoofd die er anders over gaan. Dus, oké. Dus daar is eigenlijk het herkennen waar ik het er straks over had, van in welke modus die mind is. Als die dus te veel met dat begrijpen en beredeneren bezig gaat, kunnen we herkennen op een gegeven moment dat niet zo'n constructieve mindset is. Nou, dan kunnen we dus de aandacht verplaatsen of iets gaan doen, zodat we in een andere mindset komen en dan kunnen we opnieuw kijken. Voor mij zijn dat dus vaardigheden die gaandeweg ontstaan. Dus er zijn twee routes. Nou, we worden of daar vaardiger in en krijgen beter door hoe die processen werken, of, en dat gebeurt heel vaak, we stumble into it every now and then. En dan hebben we heel sterk het gevoel inderdaad dat het ons overkomt. In het begin had ik uiteraard ook het idee van dat het me overkwam en dat het toeval was of whatever, blessing. Dat soort stuff. Maar op een gegeven moment kreeg ik gewoon door, nee, het werkt net zo als muziek maken. Ik ga ermee aan de gang. Alright. Juliet? Nee, ik spreek me aan met die vaardigheden. Want kunnen die vaardigheden op een gegeven moment ook gewoon leiden dat het een soort routine of een soort... Juist, het gaat vanzelf. Want ik heb soms wel dat ik denk van, is het echt zo simpel? Als je iets hebt eigen gemaakt, is het heel simpel. Ik geef vaak simpele voorbeelden. Je vertrouwt bijna dan niet meer of het wel zo simpel is of niet. Of dan... Op het moment dat je dat doet, gaat dingen mis. Dus als we een simpel voorbeeld nemen, autorijden. Daar is vrij complex wat er allemaal gebeuren moet. En hoeveel informatie je moet verwerken om niet ergens tegenaan te rijden. Dus als je daarover na gaat denken, echt, het is gewoon niet te doen. Nou, de meeste mensen kunnen dat vrij goed. Dus in het begin kost dat allemaal heel veel moeite. En heb je heel veel aandacht nodig om erbij te blijven. En zodat er niks misgaat. Gaandeweg wen je er een beetje aan en weer verderop ben je wat ze dan noemen onbewust bekwaam geworden. Dus je weet niet eens meer wat je allemaal aan het doen bent, maar het gaat net als schoenen strikken. You don't have to think about it anymore. Op het moment dat je erover na gaat denken, met je schoenen strikken, ja, dan gaat het niet. Op het moment dat je gewoon aan het lopen, ja, ik dan niet, maar een normaal mens. Dus een normaal mens is aan het lopen en die gaat erover nadenken hoe lopen werkt, dan valt hij op zijn bek. Nou, het is met dit soort dingen ook. In het begin kost het heel veel moeite. En op een gegeven moment krijg je het gewoon door. En
omdat het dus deel wordt van je totale systeem. Dus het komt in je multilayered being, of je subconscious, of hoe je dat wil zeggen. Dan gaat het gewoon vanzelf. Je merkt van dat je in een mindfuck terechtkomt. En dus heeft het systeem de neiging om uit te zoomen. Vroeger moest je dat doen, of maar hopen dat het gebeurde. Weet je, oh, nu gebeurt het onmiddellijk. Of je merkt dat je in een of andere redenering terechtkomt. En dan heeft een ander deel van de geest, ah, wacht even. We gaan een beetje dualistisch zitten denken hier. Dit is ook waar. En als je het zo bekijkt, is het ook waar. En dan valt die vernauwing uit elkaar. Ja, of het is dat je dat je weet of het klopt of niet klopt. Ja, yes, ook dat. Want dan heb je de reden niet eens meer nodig. Ja. Yes. En dan is het soms wel eens heel moeilijk om het onder woorden te brengen. Ja, omdat het voor jouzelf vanuit jouw kloppendheid totaal vanzelfsprekend is, maar dat hoeft voor een ander niet zo te zijn. Ja, maar elk woord wat je er dan aan geeft, dat dus is zo ervaar ik soms, is alweer niet kloppend. Ja, ik vind het soms, ja, ik heb er geen last van, maar ik bemerk het bij mezelf. En ik denk ook dat ik uiteindelijk je systeem, je zeg maar, kan afleiden bij iets wat er gebeurt of zo, maar dan, ja, dan heb ik zelfs iets van, oh, nou, er is wat gaan, en dan zeg maar kijken van wat er is, of gewoon backen of van laat maar gaan. Maar ik snap wel wat meneer voor mij zegt, van ja, je hoeft niet alles te gaan beredeneren. Nee, dat is ook zo. Ik voel het gewoon. Ja. Maar dat moet zich dus ontwikkelen. Ook dat, hoe wij dingen voelen, of je zou kunnen zeggen, dit woord viel er straks van kompas. Die kompas die wordt herijkt en die gaat op een andere manier functioneren. En die wordt duidelijker en bewuster. Ja. Ja, dus ook wat in een beginstadium of bij de meeste gewone mensen, raad ik ze af om te veel op hun gevoel af te gaan. Want dat gevoel zit vol met allerlei overtuigingen die niet kloppen en emotionele resten en weet ik veel wat. Degene die, laten we zeggen, wakkerder is en de boel is meer opgeschoond, die kan op zijn gevoel gaan vertrouwen. Want die kompas is gewoon schoon en voor zover dat gaat, maar schoon genoeg en adequaat genoeg. En als die even toch nog niet helemaal goed staat, dan zijn er nog andere vermogens, de reden bijvoorbeeld van, oh, wacht even. Maar dat is als de boel ontwikkeld is, net als een muzikaal gevoel ontwikkeld moet worden. Van rudimentair zit dat er wel op bij iedereen, maar niet bij iedereen klinkt het meteen ook lekker. Dat duurt soms even en soms een paar jaar. Dat is oké. Het komt zelden voor dat je een of ander kind een viool geeft en het klinkt gelijk goed. Het is meestal jarenlang echt verschrikkelijk. Sorry? Nooit viool spelen. Nee, nou ja, goed. Dat mag ook. Hans, klopt het dat op een gegeven moment die aandacht en de persoon ontkoppeld kunnen worden en dat het daar eigenlijk over gaat? Ja, dat kan. Ja. Dus dan krijg je inderdaad wat we zelfobservatie noemen. Mm-hmm. Dus De aandacht kan heel erg vanuit dit ding naar de wereld kijken, zeg maar. Of vanuit een meer uitgezoomde toestand. En dan is een beetje de beleving alsof dat ding waar je eerst ik tegen zeg ook op het toneel staat. Ja, dus dat die aandacht eigenlijk achter blijft hangen. En dat de persoon op de voorgrond functioneert. Ja, en dan kun je er dus heel goed naar kijken, ook zonder... hoe zeg je dat, zonder identificatie, naar hoe hij functioneert. Dus dan krijg je een, voor zover dat gaat, een objectieve blik op het functioneren van dat ding waar je eerst ik tegen zei. En dat is hartstikke handig, want dan kun je dus ook makkelijker zien van waar misvattingen zitten. Ja, als we geïdentificeerd zijn, dus vanuit dit ding kijken, dan hebben we de neiging om defensief te worden als iemand ons kritiseert of whatever, terwijl vanuit het uitgezoomde perspectief, dan is er gewoon van, ah ja, ja, oké. Okay. Ja. De VR-bril die je afzet. Ja, nice. Ja. En dat is dus super handig, ook bij het onderzoeken van dingen.
Als we dat vanuit een geïdentificeerde modus doen, dan zijn we te veel verkleefd met onze opvattingjes en belangetjes en weet ik veel wat. Als je een beetje, if you back off, dan kun je veel beter zien van, oh ja, maar dit is ook maar een opvatting. Kun jij je nog identificeren? Tuurlijk. Meestal is daar wel een flink wat alcohol bij nodig. En soms tussendoor een kastje mij irriteert. Dus dat komt wel op, maar uiteraard is dat wel bewust. En er zijn ook van die gevalletjes dat als dat gebeurt en er is nog genoeg helderheid, meestal is die er wel, dat ik dan even eruit loop of iets tegen Kasia zegt van nou, luister nou maar niet meer, want er komt nou wel helemaal onzin uit. Dan is die geïrriteerd en dan ga je gewoon naast die dingen zeggen. Ja. Maar dat bewustzijn is daar dus op van, ah ja, dan kun je beter gewoon even naar buiten gaan maar peuk roken, shut the fuck up nou. Het is gewoon bagger. Weet je wel, het slaat nergens op. Dus. Maar op het moment zelf heb je het in de gaten. Yes. Dat ding dat doet dat, maar ja. Je weet het. Yes. Dat was vroeger natuurlijk niet. En dan was je dus ook totaal overtuigd van je eigen gelijk. En jij altijd. En nou als dat zo opkomt, dan ja, het klinkt gespleten, maar dat is het niet. Maar dan zit er een deel gewoon te kijken zo van... Ja, tuurlijk. Ja, dan is het ook eigenlijk niet meer zo leuk, hè? Maar irritatie kan opkomen, identificatie kan opkomen, maar zo wordt het dus ook beleefd, zoals ik het zeg, als dingen die opkomen. Terwijl vroeger was ik dat. Ja, het zit nergens meer al vast. Ja, niet echt. Nee. En het gaat ook heel snel over. Wat ik van vroeger kan herinneren was dat ik uren in een stemming kon blijven of dat dan nog uren doorzong of zo. Het is allemaal vrij lastig om dat zo lang vol te houden. Ja, is het dan ook als je daar in zit, dat je er eigenlijk niet van af moet willen? Dus, want ik herken mezelf heel erg in wat je zegt, dan zit ik in een staat van zijn, waar ik, ja, gewoon chaos. Maar daar ben ik heel erg bewust van. Maar dat is ook wel frustrerend weer. Dus dan kom ik een soort in een cirkel waarin ik me bewust ben van de frustratie, dat het frustreert. En dan zit er wel nog een laag daarachter. Ja, die moet je hebben. Die vindt, ja. Die vindt daar niks van. Nee. En volgens mij er niet vanaf willen. Nee, want die vindt er niks van, dus die wil er ook niet vanaf. Nee. Nee. Er is hooguit een soort milde verbazing. Een milde verbazing over de identificatie en de mate van opwinding. Want in de grond van de zaak weet dat er niks aan de hand is. Ja. Nooit. Dus dat stuk wat zich er dan over irriteert, is gewoon een deel van de mind. Die zit een ander deel van de mind af te katten eigenlijk. Maar die gedraagt zich als bewustzijn. Ja, exact. Maar daar is, nee, maar daar is die niet. Nee. Ja, dat duurde even voordat ja. Het door had. Maar dat is vrij makkelijk eigenlijk achteraf te constateren, omdat dat deel wat het dus beoordeelt of veroordeelt, precies dat doet. Ja. En bewustzijn veroordeelt helemaal niks. Het ziet het glas helder. Maar het zegt niet dat het niet goed is of niet mag. Het zegt helemaal niks. Dat is het irritante ervan. Het kijkt alleen maar. Nou, dat is het ontspannende van. Ja, ook. Maar ook meteen de corrigerende kracht. Want het bewustzijn, dat functioneert bijna net zo als wanneer een kind is iets aan het doen. En die weet wel dat dat niet mag, maar mama is niet in de buurt. En dan blijkt mama, die zegt niks. Weet je wel, die doet niks en die staat ineens in de deuropening en ze kijkt alleen maar. Dat verandert het gedrag onmiddellijk. Er hoeft geen straf of sancties of... Je hoeft niks te zeggen. Dus de kracht van het waarnemen zelf beïnvloedt het ding wat wordt waargenomen. Nou, dat kan van buitenaf doordat een ander ons waarneemt. Het kan ook van binnenuit, om het zo maar te zeggen. Doordat bewustzijn gewoon ziet, en dat heeft met dat zelfobserveren te maken, hoe jij als aapje je aan het gedragen / misdragen bent. Dus op het moment dat dat bewustzijn erbij gebracht wordt, verandert er meteen al iets. En het ego heeft dan eigenlijk maar twee opties. Die gaat nog meer kabaal maken om de anderen of het bewustzijn ervan te overtuigen. Of ja, maar in dit geval heb ik echt gelijk, weet je wel. Of it dissolves en it surrenders. Eén van de twee. Kan je deze ook toepassen
Ik zat laatst, bepaalde overtuigingen voor mezelf op neergezet van, nou, die ga ik eens even lekker doorboren. En ik kwam helaas uit bij het stuk, ik geloof mijn eigen bullshit. En ik kwam er niet doorheen. Heb je een tip? Ja, het vanuit het bewustzijn te bekijken. Maar die zegt niet zoveel. Nee, dat hoeft ook niet. Dus weer even terug naar het principe, op het moment dat het gezien wordt, dus die waarnemendheid erbij brengen, verandert al iets. Just look at it. Als we gewoon een overtuiging hebben waar we echt diepgaand in geloven, gewoon er naar terugkeren, alleen maar daarnaar kijken. Op een gegeven moment ga je dingen opvallen. Net als wanneer je langer naar een object kijkt, van we zien iets, voor mij part een theekopje. Een theekopje. Oké, maar als je stil wordt en je blijft ernaar kijken, ga je allerlei dingen erin ontdekken. Hoe het licht erop valt. En whatever. Associaties die het oproept. Misschien een klein foutje wat erin zit, wellicht. Schaduw. Het gaat opvallen dat je helemaal niet alleen maar naar een theekopje kijkt. Want je ziet nooit maar één object, maar dat het altijd een onderdeeltje van een totaal ding is, dus daar kunnen je andere dingen gaan opvallen. Het heeft relaties met andere aspecten of objecten of emoties. It's interesting. Dingetje wat interessant is, dat het wel herkenbaar is van oké, ik hoef minder naar het geblaat te luisteren. En dan komt er weer aan de andere kant dat stemmetje die dan schouderklopjes gaat geven. Ja, dat dacht ik me net in één keer van, oh ja, dat is wel zo, maar dat tegelijkertijd ook weer. Hey, wat goed, wat goed, ben je goed bezig. Yep. Maar dat is dus ook weer hetzelfde, want het yep. zal ook weer minder worden. Just look at it. En je herkent hem al. Ja, daarom is het ook zo vermoeiend. Van, oh ja, bla 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 is vermoeiend en ook weer... Nee, ja, maar kijk, weet je, strikt genomen hoeft het bla bla en dat schouderklopjes gedoe niet vermoeiend te zijn als we ons er niet tegen verzetten. Just look at it. En in het zinnetje kijk ernaar zit niet doe dit of dat of vecht daarmee of probeer het weg te krijgen. Nee, het gaat puur om het observeren, om die waarnemendheid zelf. En de verandering die op kan treden door het waarnemen zelf. Want op een gegeven moment heb je het totale systeem zo door dat schouderklopjes geven nonsens is, dat het dan kan wegvallen. Maar als ik me er tegen ga verzetten, maak ik het ding eigenlijk steeds groter. Want dan ga ik iedere keer, dan gebeurt er iets wat gewoon kloppend was, en dan ga ik al zitten wachten of dat schouderklopjesfiguur weer komt. Weet je wel, en als die dan komt van, oh ja, maar dat moet nog weg. Dus nou heb ik eigenlijk iets goeds gedaan, maar daar krijg ik een compliment voor. Dus nou is het niet goed meer. Oh man, what a waste of energy. Ja, we zijn heel lekker aan het zinken en dan denk ik zo, hey. Ja, bovendien is het eigenlijk ook nog raar, zou je kunnen zeggen, om complimenten te krijgen voor niet stomzinnig gedrag. Dat doet me denken, ik zat een keer naar een serie te kijken en toen was er zo'n vent van en die zei van, ja, nou, ik ga in ieder geval niet vreemd en ik drink niet. En die vrouw die kijkt hem aan, there are no awards for not being an asshole. Dat vond ik echt wel gaaf. Oh, wat goed dat jij de kinderen niet slaat. Hoewel Jantje eigenlijk... Dat kun je beter door een oom laten doen. Dan neem Jantje eens mee een steegje en breek hem zijn beentje eens even. Johans.
Ik vind het verlengde van waar we het eerder ook over hadden. Van, kijk, dat vraag-antwoordspel doe je ook net alsof we keuzes kunnen maken. Van, nee, ik zeg niet dat we keuzes kunnen maken. Nee, maar ik ben niet uitgeput. Oké. Okay. Maar je zegt ook, ja, eigenlijk doet het leven zichzelf, alles doet zichzelf. Dus dat we hier ook zitten en dit vraag-antwoordspel. Kijk, eigenlijk, jouw boodschap is vaak over, ja, eigenlijk leeft het leven zich vanzelf. Dus eigenlijk, het is een rollercoaster en je kan eigenlijk zo, maar kan je ook niet faken, weet je wel. Want je hebt je houding, je ziet het of je ziet het niet. Ik ben me ook wel bewust inderdaad van al die ego-trucjes en dan toch nog aan de knoppen willen zitten. En aan de knoppen zitten kan. Alleen het is wel handig als dat op ervaring en kennis gebaseerd is. Ja. En niet maar een beetje random. Dus het leuke is dat het allebei waar is. Feitelijk gebeurt alles gewoon. Maar, en daar wordt die interessant, van dat is inclusief dingen die je leert. Dus ook al hebben we geen vrije wil en kunnen we niet zomaar voor dit of dat kiezen, we kunnen wel dingen leren. Ja, we kunnen leren autorijden, we kunnen leren letterlijk aan de knoppen te zetten van een synthesizer en te weten wanneer je wat moet doen als je een bepaalde sound wil hebben. Weet je wel, dus vaardigheid en ervaring horen erbij. Je leert dingen. Mm-hmm. Nou, sommige dingen die leren we gewoon door vallen en opstaan en wat ik al een paar keer zei, that we stumble into something. Andere dingen die leren we doordat we goed opletten als iemand iets uitlegt. Ik heb alle dingen die ik ben tegengekomen ook niet allemaal zelf, die heb ik niet allemaal zelf uitgevogeld. Sommige dingen door te lezen, sommige dingen door met mensen te praten enzovoorts. En een aantal van die dingen die landen of die lijken je zinvol en dan ga je ze proberen. En of dat nou op een spiritueel of zelfonderzoekterrein is of op een muzikaal terrein of van mijn part als je accountant bent in hoe het handiger is om dit of dat uit te rekenen. We kunnen dingen leren. Dus het is allebei waar, van het leven doet allemaal zichzelf en tegelijkertijd kun je dingen leren. Maar de bereidwilligheid om te willen leren, daar kies je ook niet voor. Bijvoorbeeld, die moet dus ontstaan. En die kan van binnenuit ontstaan of door interactie. Je loopt tegen iemand aan en die wijst je, zoals het bij mij ook ging. Ik zei vaak dingen tegen mensen, maar er waren ook mensen die zeiden dingen tegen mij. En dan was vaak de neiging om defensief te worden of smoesjes te maken. En op een gegeven moment word je je daar bewust van. En dan zeggen af en toe een paar mensen dingen waar je denkt van shit, dit snijdt hout. Het lijkt me een handiger manier om met dit of dat om te gaan dan zoals ik het tot nog toe deed. And then you upgrade. En iedere keer als we dus iets leren of een vaardigheid ontwikkelen of zo'n upgrade meemaken, verandert ons totale systeem. En dan gaat dat totale systeem andere beslissingen nemen. Niet alleen maar vanuit die bewuste geest. Het komt vanuit dat hele systeem. En dat is wat je een veranderingsproces noemt. He, dus we kunnen inderdaad niet in één keer maar beslissen om het leven te zien als een rollercoaster. En nou ja goed, we gebruiken die term trouwens vaak. En dan bedoelen we eigenlijk dat we door veel emoties heen gaan. Het is een beetje een raar beeld, want een rollercoaster zit dus inderdaad op een railsje. Je weet van tevoren al waar je uitkomt, terwijl in het echte leven weet je nooit waar je uitkomt. Ja, maar in een rollercoaster ga ik ook niet. Nee, maar goed, dat beeld is dus leuk. Van aan de ene kant kun je dat zo zien, maar je kunt niet beslissen om het zo te gaan zien. Wat wel kan, is dat iemand dat een keer zegt tegen iemand en ineens doet het systeem klik. En die heeft vanaf dat moment zoiets van, I'm not going anywhere. And I'm gonna die. Ik ben spontaan ter wereld gekomen. Het zal ook zomaar ineens op een x-moment afgelopen zijn. Ik ga nou gewoon relaxen. En kijken wat er gebeuren wil. Dat is mogelijk. Maar het is niet zomaar na te doen of af te dwingen. Nee, als je ondertussen voelt, ja, ik moet hier iets mee. Ja, dan moet je dat gewoon doen. Ja. Voilà. En dan is mijn eigenlijk heel vaak, ja, uitstellen. Ja, maar dat zijn dus van die dingen. En op een gegeven moment, hopelijk, leert zo'n systeem dat uitstelgebeuren gewoon de belangen van het systeem niet dient. En dus het pad, ik heb er vaker gezegd, de weg is weg, weg, weg. En dat begint heel vaak met overbodige, niet werkzame dingen uit het systeem te donderen. Nou, daar komen we door heel veel pijn en moeite achter. Of als we een helder moment hebben en iemand die wijst gewoon aan van kijk,
Hier verspil je tijd, daar verspil je energie. Weet je wel, van als dat land, en dat weet degene die het zegt niet, en die gaat er niet over, degene die het ontvangt ook niet, maar het gebeurt wel. Dan gaat iemands leven ineens effectiever en is er minder stress of minder energieverspilling enzovoort. Dus het lijken dingen die heel erg tegenstrijdig zijn, but it's not. Het is voor mij een gelijktijdigheid. Het is allebei waar. Ja. Je kunt nooit meer in Sinterklaas geloven. Dat is waar. Zo werkt het bij ieder inzicht. Yes. Sommigen geloven nog wel een Zwarte Piet. Je zei in Drongen, hadden we ook een gesprekje. Van ja, leef wel alsof het allemaal echt is. Of dat alles alsof, yes, yes. Nou, en dat was ook een beetje in de context van... als ik het me goed herinner, van verantwoordelijkheid nemen. Van strikt genomen, er is geen vrije wil. Dus filosofisch gezien kan niemand verantwoordelijk gesteld worden voor welke daad dan ook. Great. Maar we hebben hier ook met een mensenmaatschappij te maken. Dus waar ik altijd zei en ook ergens al opschrijf, van als ik met mijn auto tegen iemand aanrijd, dan zeg ik, afhankelijk van de contact, klootzak, had aan de kant gegaan of gewoon sorry. En dan ga ik niet van, er is geen vrije wil, niemand heeft dit gedaan, want ja, dat werkt niet bij de verzekering. Dus in die zin van is leven alsof. Ik leef dus ook alsof ik verantwoordelijk ben voor mijn gedrag, terwijl dat op het diepste niveau van hoe er wordt waargenomen gewoon niet bestaat. I happen to happen this way, you happen to happen that way, weet je wel. En daar komen interacties uit die wel of niet prettig zijn of passend zijn of whatever. Maar niemand doet dat eigenlijk. En daar is een heel diep besef tegelijkertijd van, we organiseren een samenleving op een bepaalde manier en dan is het handig om te doen alsof iedereen verantwoordelijk is. Dus het is gewoon een organisatiemodel. I get that and I accept that. Dus eigenlijk een soort Lego. Ja, je verzint regels, want dingen moeten gestructureerd worden, hoe dan ook. En de beleving van de meeste mensen is dat ze wel vrij zijn en dat ze wel beslissen en dat ze wel verantwoordelijk zijn. Wat wel grappig is natuurlijk, dat heel vaak op het moment dat ze dan iets doen waar ze zich kapot voor schamen, dan ligt het aan de andere of de omstandigheden. Nou, als dingen goed gaan, dan... Nou, dat heb ik gedaan. Dat is altijd grappig. Maar ja, dat komt omdat we leugenaars zijn. Nou, jullie niet dan, maar gewone mensen. Hans, ik heb geen vraag, maar ik herken heel erg wat je zegt van... eigenlijk is het een andere taal die ik moet leren verstaan. Mm. Die onderste rondtaal, ja. Waar mijn mind overheen walst. Ja. Want dat is onzin, of hoezo zou ik daar rekening mee houden, of ja, zo kan dat niet, of zo. Ja, al die normatieve dingen. Ja. Nou ja, het is een soort mengeling van, en ik versta dat niemandsland wel van in het begin, hè, van de oude systemen werken niet. Dat doet ook iets in mijn sociale leven. Ik heb ook helemaal geen zin in al die zeikfeestjes en zo, maar dat is ook spannend, want wat doet dat met de verhoudingen? En mensen verstaan dat ook niet, soms of wel. Of ja, maar goed, dat doet me, oh jee. Nou ja, dit. Dus het is turmoil van bewegen in de... naar de, wat er niet, gewoon dat, en weer wat er gebeurt, en iedere keer heen en weer. Ja, totdat we uitvogelen wat de ideale positie is. Dus hoe kan ik betrokken genoeg zijn bij de wereld, let's say, zonder daar helemaal in betrokken te worden? Dat is eigenlijk de afstemming die plaatsvindt. Wat ik dan wel eens in die tekening met die driehoek noemde van, nou, zo op 2/3, dat is eigenlijk ideaal. Waarbij de voorkant dan totale identificatie is en de achterkant totaal verzinken in dat, en dan ben je gewoon useless.
Dus op twee derde zitten zo'n beetje, dat is handig. Dan kan alles gewoon plaatsvinden. Je bent sensitief genoeg en adequaat genoeg om te kunnen reageren en dingen te doen enzovoorts. Maar je hangt gewoon lekker daarin. En als je dat zo zegt, dan denk ik alsof ik iets zou moeten doen, dan denk ik dan. Je moet niks, maar daar is waar we aan het uitvogelen zijn. En met we bedoelen we dan dat hele systeem. Daar is wat er gebeurt. Nou, dus een soort van herijken, yes. Van herschikken. Yes, en als we dat bewust doen, dan gaan we daar gewoon mee experimenteren. Want anders gaan we het weer overlaten aan de niet bestaande goden. Maar voor mij nogmaals is het een vaardigheid. Je had het over energielekken, hè? Dus dat helpt daar ook, dat je die energielekken sure. Stopt. En dat we dus weer herkennen van in welke fase we verkeren. Als we in een omwentelingsfase verkeren, gelden er andere wetten dan wanneer we in een stabiele fase verkeren. Dus dat is ook handig om mee te nemen. En die wetten die zitten aan in jouw boek? Nee, helemaal niet. We just figured that out. Dus over het algemeen, van als de boel nogal overhoop gehaald wordt, zo is het logisch dat de behoefte aan rust groot is. Terwijl als alle dingen op rolletjes lopen, dan spenderen we onze energie vrij gemakkelijk. Gewoon dat soort dingen. En dat is ook, daar hoeven we dus ons ook niet druk over te maken. Van in deze periode heb ik gewoon meer behoefte aan rust en alleen zijn bijvoorbeeld. In een andere periode, en ik vind het juist heerlijk om interacties en leuk. Weet je wel, want de boel is stabiel. En hè, zoals gewone mensen dat dan uitdrukken, ik kan goed bij mezelf blijven. Dus ik raak mezelf niet kwijt in die wereld of de interacties. Nou, iemand die zichzelf niet kwijtraakt, kan meer interacties aan dan iemand die op dat moment instabiel is of van alles uit te zoeken heeft. Nou, daar rekening mee houden op een bewuste manier is handig. En daar is, zou je in simpele taal kunnen zeggen, iets wat we doen. Ik erken gewoon dat ik behoefte aan rust heb, dus ga ik niet naar de verjaardag. Volgend jaar misschien. Ja, en ook de herkenning van dat die beweging ook een beweging is. Yes. Zeg maar. Exactly. Dat was zo, ik ben zo grof geconditioneerd, zeg maar, met die bovenlaag, dat ik daar dus heel lang over nodig had om dat te herkennen. Ja, dat is oké. Okay. Ja, en nog steeds. Maar, ja, en dat verschuiven als het ware tussen voor in de zin van geïdentificeerd en achter niet geïdentificeerd, vandaar is iets wat onbewust kan gebeuren, zo'n verschuivingsproces, of als we goed opletten, voelen, kijken, luisteren, dan wordt dat een bewuster proces en begint het dus ook iets te worden wat binnen mijn mogelijkheden valt. Dan wordt het dus een vaardigheid en niet een toevalligheid. Ja. Ik kan proberen me te verplaatsen en uiteraard ben ik God niet, dus ik kan niet alles bepalen, maar ik kan er wel beter in worden. Net als ik beter kan worden in hoe moet het filter van die synthesizer afgesteld worden om precies de juiste brilliance te krijgen zonder dat die te veel hoog in zit. Weet je wel, in het begin lukt dat niet. Fine-tunen, oh ja, maar wacht even, er zit hier ook nog iets, dan kan ik nog fijner fine-tunen. En oh, het heeft ook nog een relatie met deze, en nou kan ik helemaal, oh, dan kan ik het ook nog het verloop regelen. Dan gaat die dansen. Ik was even de envelope generators vergeten. Nou, zo'n soort systeem hebben wij ook. En in het begin zie je alleen maar één grote knop. En daarna ga je die samenhangen ontdekken en het is subtiel en nice. En dan gaan we ook doorkrijgen dat, hoe pijnlijk en vervelend sommige dingen ook zijn, we kunnen ze opvatten als een lespakket of als alleen maar een serie problemen en ellende. Maar als we de juiste houding hebben, wat ik dan wel eens de spiritual warrior noem, die kan overal gebruik van maken en overal van leren. En sommige dingen die leer je ook, hè, net als wanneer je iets aan het maken bent, je gaat een muur metselen en dan hoort erbij dat je handen kapot zijn en je laat de troffel vallen en je zit allemaal onder. Het is een bende, weet je wel, in het begin. Ja, dat hoort erbij. We zijn zelden zo getalenteerd dat we, nou, we lezen dat, we horen dat drie keer en bam, we weten alles. Dus daar is ook al van, wat is mijn houding? Van weer die nieuwsgierigheid en interesse van, ook als het ellendig eruit ziet of voelt,
ben ik bereid hiervan te leren? Of het andere spectrum, ik wil er alleen maar vanaf in mijn zin hebben. Ja, dat zijn dan twee van die grove knoppen, zou je kunnen zeggen. De bereidwilligheid en nieuwsgierigheid knop of de ik wil mijn zin hebben aan uit. Pause.